Craving the word of God. Verlangen, snakken naar het woord van God. Is what we were talking about last week. Daar hebben we het vorige week over gehad. In the book of 1 Peter. De eerste brief van Petrus. And I like to go back to the book of 1 Peter chapter 2. En we gaan nu weer terug naar 1 Petrus hoofdstuk 2. Vers 9. And in there we read. En daar staat. But you are a chosen people. Maar u bent een uitverkoren geslacht. A royal priesthood. Een koninkrijk van priesters. A holy nation. Een heilige natie. A people belonging to God. Een volk dat God zich verworven heeft. That you may declare. Om te verkondigen. The praises of him. De grote daden van hem. Who called you out of darkness. Die u uit de duisternis heeft geroepen. And into his wonderful light. Naar zijn wonderbaarlijk licht. He is the rescuer. Hij is de redder. He is our salvation. Hij is onze redding. He is our source of strength. Hij is de bron van onze kracht. He is the shepherd. Hij is de herder. He is the life giver. Hij is degene die leven geeft. He is the waymaker. Hij is degene die de wegen baant. He is the chain breaker. Hij breekt kettingen. And you know, he loves to declare who he is in our lives. En hij vindt het gewoon heerlijk om te proclameren wie hij is in ons leven. And he desires to make himself known to us. En hij heeft een enorm verlangen om zich aan ons bekend te maken. That he would make himself known through us. Zodat hij zich ook bekend kan maken door ons heen. That we would declare the praises of him who called us out of darkness. Zodat wij de lof en de grootheid zouden verkondigen en vertellen van hem die ons geroepen heeft uit de duisternis. He's our healer. Hij is onze geneesheer. That we might bring his healing to others. Zodat wij zijn genezing weer naar anderen brengen. He's our comforter. Hij is onze trooster. So with the same comfort we've been given, we can comfort others. Zo met dezelfde troost die wij hebben ontvangen, kunnen we ook weer anderen troost geven. He's our reconciler. Hij is onze verzoener. So that we can then reconcile ourselves to one another and others to God. En daardoor kunnen wij dan ook weer anderen verzoenen met ons, met elkaar, maar ook verzoenen met God. Peter writes these words about being a chosen people. Petrus schrijft deze woorden over een uitverkoren geslacht zijn, uitverkoren volk. In contrast to those who don't believe. En dat staat in contrast met degene die niet geloven. And he says, but you are a chosen people. En dan zegt hij, maar jullie zijn wel een uitverkoren volk. You are a royal priesthood. Jullie zijn een koninkrijk van priesters. You are a holy nation. Jullie zijn een heilige natie. You are a people belonging to God. Jullie zijn mensen die zijn het eigendom van God. We already are. Dat zijn wij al. Do we believe that? Geloven wij dat? Do we know who we are? Weten we wie we zijn? Do we know whose we are? En weten we van wie we zijn? What we believe, wat wij geloven, is going to produce emotions in us. Dat gaat in ons allerlei emoties opwekken. It will drive behaviors in us. En het gaat ook gedrag aansturen in ons. If what we believe is truth, als wat wij geloven de waarheid is, it's going to have impact on us. Dan gaat het een invloed, een impact op ons hebben. It's going to increase the value of how we see ourselves. Het zal de waarde van hoe we onszelf zien, zal het toevoegen. It's going to increase growth in us. En het zal groei in ons brengen. It's going to bring peace. Het zal vrede en rust in ons brengen. Confidence. Vertrouwen. The opposite is also true. Maar tegenovergesteld is ook waar. The lies. De leugens. False beliefs. De dingen die niet waar zijn, waar we aan vasthouden. That often come out of loss or pain. En die komen vaak vanuit verlies en van pijn. Is going to bring forth. Dat gaat ook dingen voortbrengen. That demeaning, that bringing down in value. Dingen die ons als het ware minder waardig maken. And growth. Verminderen groei. It's going to impact us by us wanting to isolate ourselves. Het zal een invloed op ons hebben zodat we wat afstand nemen van anderen en onszelf een isolement plaatsen. Bringing separation and anxiety in our emotions. Het brengt scheiding tussen mensen en het brengt angst en onzekerheid in ons gevoelens. And often the truth of what I just spoke out, you are a chosen people.
En heel vaak gewoon die waarheid van wat ik net heb uitgesproken, dat je dus een uitverkoren volk bent. It doesn't permeate our thinking. It doesn't get through our thinking. En dat zelfs zulke woorden willen dan maar niet binnen, die dringen dan niet meer binnen in onze gedachten. Because of those again false beliefs, those lies that we hold on to. Want die valse dingen, wat niet waar is, waar we dan aan vasthouden. Again. Opnieuw. The word. Het woord. We need to get it in here. Die hebben we gewoon echt nodig. And you know when Jesus was about to go into that time of being tested in the desert. En weet je, toen Jezus die tijd inging na de doop, dat hij beproefd zou worden in de woestijn. Do you remember the words that he heard the Father speak over him? Weet je nog de woorden die de Vader over hem uitsprak? You are my son. Je bent mijn zoon. Whom I love. Van mijn geliefde. With whom I am well pleased. Met wie ik een welbehagen, waar ik plezier in heb. The Father spoke into his identity. De Vader sprak in zijn identiteit. Bringing confidence. En dat bracht vertrouwen. Bringing security. Dat bracht zekerheid en veiligheid. Bringing acceptance. Dat bracht aanvaarding. Significance. Betekenis. And off Jesus was led into the desert. En toen ging Jezus, werd hij geleid naar de woestijn. And in that place, what was the enemy busy with? En in die woestijn, wat gebeurde daar? Prove yourself. Bewijs jezelf maar. Prove yourself. Bewijs jezelf maar. Isn't that often where we find ourselves? Is dat niet waar we de uitdaging waar we gewoon heel vaak voor staan? Prove yourself that you're worth it. Bewijs maar dat je het waard bent. Prove it that you're significant. Bewijs maar dat je echt van betekenis bent. Prove it that you're worthwhile. Laat maar zien dat je de moeite waard bent. Come on, you're somebody. Prove it. Kom op, je bent toch iets. Laat maar zien. And Jesus responds. En Jezus antwoordt. Do you remember his words? Weet je nog wat hij zei? It is written. Er staat geschreven. It is written. Er staat geschreven. This is the truth. Dit is de waarheid. This is who I am comes forth from the word. Dit is wie ik ben en dat komt voort vanuit het woord. So when I say the words, you're chosen. Dus als ik de woorden uitspreek, je bent uitverkoren. What does it stir up in us? Wat roept dat in je op? Do you know that you're already chosen? Weet je dat? Besef je dat? Dat je al gekozen bent? Is it enough to know that you're already chosen? Is het ook genoeg om te weten dat je al gekozen bent? By God. Door God. Do we still need to find that we're chosen by somebody else? Of hebben we nog nodig om dat bij een ander te ontdekken dat we gekozen zijn? Do I still have to prove myself? Moet ik mezelf nog steeds bewijzen? Maybe through my great abilities. Misschien wel door de dingen die ik zo goed kan. Great marks at school. Mooie cijfers op school. All my knowledge I can impress people with. Alles wat ik al weet, maar allemaal kennis waar ik anderen mee een indruk kan maken op anderen. Maybe the good looks. Of hoe goed ik eruit zie. You know, there's so many lies that we hold on to. Er zijn zoveel leugens waar we gewoon aan vasthouden. I'll never change. Ik zal nooit veranderen. I'm not like so and so. Ik ben niet zoals die of die. But Jesus says. Maar Jezus zegt. You're already the apple of his eye. Je bent al zijn oogappel. We strive to maybe have to wear what everybody else is wearing. We streven er heel vaak om gewoon ons te kleden met dingen die anderen ook dragen. Or do what everybody else is doing. Of meegaan met wat anderen ook aan het doen zijn. But have I found my acceptance in Christ alone? Maar heb ik mijn aanvaarding gevonden in Jezus alleen? John 15, 16. In Johannes 15, vers 16. Says, you did not choose me. Daar staat, jullie hebben mij niet uitgekozen. But I chose you. Maar ik heb jullie uitgekozen.
And I chose and appointed you to go and bear good fruit. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan om vrucht te dragen. Fruit that is going to last. Een vrucht dat eeuwig zal duren. Have I found my significance in him alone? Heb ik mijn betekenis in hem alleen gevonden? Ephesians 2:10. In Efeziërs 2 vers 10. Says you are my workmanship. Er staat van jullie zijn want hij heeft ons gemaakt zodat wij nu zijn. Created in Christ Jesus. In Christus Jezus geschapen. Again to do good works. Om opnieuw goede werken te doen. He's called us. Hij heeft ons geroepen. He's raising us. Hij is ons aan het opwekken. Raised to praise. Opgewekt om te prijzen. To declare the praises. Om de lof en de eer uit te spreken. Who's called us out of darkness. Van hem die ons geroepen heeft uit de duisternis. Into his wonderful light. Naar zijn wonderbaarlijk licht. Have I found my security in him alone? Heb ik mijn identiteit en mijn zekerheid in hem gevonden? Romans 8:33. In Romeinen 8 vers 33. Who will bring any charge against those whom God has chosen? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? And again in 37. En ook weer in vers 37. That nothing can separate us from the love of God. Dat niets ons kan scheiden van de liefde van God. 1 Corinthians 1. In 1 Corinthians 1. 27. Vers 27. God chose the foolish things of the world. Daar staat maar wat in de ogen van de wereld dwaas is. To shame the wise. Dat heeft God uitgekozen om de wijze te beschamen. He chose the weak things of the world. Hij koos de dingen die zwak zijn in de wereld. To shame the strong. Om de sterken te beschamen. He chose the lowly things of the world. Hij koos wat in de ogen van de wereld onbeduidend is. The despised things. En die dingen die worden veracht. And the things that are not. En die dingen die eigenlijk niets betekenen. To nullify the things that are. Dat heeft God uitgekozen om juist te niet te doen de dingen die lijken alsof ze iets zijn. Already chosen. Je bent al gekozen. You're a holy nation, Peter writes. Je bent een heilig volk, schrijft Petrus. Set apart for Christ. Je bent apart gezet voor Jezus Christus. And set apart to reflect Christ. En je bent apart gezet om God zijn reflectie te zijn in deze wereld. A bit of context with the book of 1 Peter. En een beetje een context van deze brief. There was a lot of persecution that was going on in the Roman Empire at that time. Er was toen al ontzettend veel vervolging in het Romeinse Rijk. And Peter was writing to really encourage the church. En Petrus schreef om de kerk enorm te bemoedigen. Also to warn them of coming persecution. Maar ook om ze te waarschuwen voor vervolging wat nog zou komen. And he addresses them in the first verse of chapter 1 and says to God's elect. En dan hij begint al in 1 Petrus 1 de eerste vers van aan Gods uitverkorenen. And he lists many places because they were already scattered everywhere. En dan komt er een hele lijst van namen van alle plekken waar ze al verspreid zijn overal. And he uses this word dispersion. En hij gebruikt het woord verstrooiing. Which was also a word used to describe the Jews who were scattered everywhere. En dat werd ook al gebruikt om ook de verstrooiing van de Joden die door het hele Romeinse Rijk verspreid waren. And with it comes a meaning of being a misfit. En daarmee komt ook het betekenis mee dat je eigenlijk een ongeplaatst iemand bent. An alien. Een vreemdeling. A stranger. Gewoon iemand die er gewoon niet thuis hoort. And that kind of comes with us when we come to Christ. En dat komt een beetje met ons mee als we dus bij Christus komen. You no longer fit in. Je past er eigenlijk niet meer helemaal in. With who? Bij wie? In the world. In de wereld. It's like trying to put I'm sure you've heard it, like a round peg in a square hole. Ja, het is proberen alsof je iets ronds, een ronde staaf in een vierkant gat wil stoppen. It just doesn't fit anymore. Dat past gewoon niet meer. You're supposed to look different. Ja, de bedoeling is dat je er anders uitziet. Het is de bedoeling. To reflect Christ. Om Jezus te weerspiegelen. And so that's another reason why
Peter says, stay away from those sinful desires. En dat is ook een reden waarom we vorige week ook zagen dat Peter schrijft van ontdoe je, dus van al die zondige dingen. So that we can look different. Zodat je er ook echt anders uitziet. And he's encouraging the church, don't run. En dan bemoedigt hij de kerk. Hij aanmoedigt ze van ga nou niet rennen. But embrace what God is doing. Maar om ontvang en omarm gewoon wat God aan het doen is. And allow the presence of God. En geef de aanwezigheid van God de kans. The word of God. Het woord van God. To form you. Om jou te vormen. Set apart. Apart gezet. Psalm 4 verse 3. In Psalm 4 vers 3. Know that the Lord has set apart the godly for himself. Weet dat de Heer God de heiligen apart heeft gezet voor hemzelf. Set apart. Apart gezet. Do we still try to find? Proberen we nog steeds te vinden? That acceptance then from the world. Once more. The acceptance from the world. De aanvaarding vanuit de wereld. Have we heard it from God? Hebben we het van God gehoord? From here. Vanuit het woord. And is it enough? En is dat genoeg? His word says it is. De Bijbel zegt dat het voldoende is. Genade is genoeg. Genade is genoeg. Peter says you are a people who already belong to God. Peter zegt jullie zijn mensen die al bij God horen. Psalm 33 vers 12. Blessed is the nation whose God is the Lord. Gezegend is het volk wiens God de Heer is. The people he chose for his inheritance. De mensen die hij heeft uitgekozen voor zijn erfdeel. We belong to him. Wij behoren aan hem toe. We don't need to try to belong to anyone else anymore. We hoeven niet te proberen om bij ergens anders bij te horen. Paul writes that we're not our own. We've been bought. Paulus die schrijft ook: we zijn niet van onszelf, we zijn niet in ons eigendom, maar we zijn gekocht. With the highest price. Door de hoogste prijs. The blood of Jesus Christ. Het bloed van Jezus Christus. We've been redeemed. We zijn verlost, vrijgekocht. We've been bought back. We zijn teruggekocht. With the precious blood of the Lamb. Met het kostbare bloed van het Lam. We've been rescued out of the kingdom of dominion of darkness and brought into the kingdom of light. We zijn gered en getrokken uit het koninkrijk van de duisternis en overgebracht in de heerschappij van het licht. So we're already chosen. Dus we zijn al uitgekozen. We already belong. Wij behoren, wij zijn al het eigendom van. Do we believe it? Geloven we dat? Is it enough? Is het genoeg? Genade. Genade. It works. Het werkt. A royal priesthood. Een koninklijk priesterschap. Do we know that we're a royal priesthood? Weten wij dat wij koninklijke priesters zijn? Royalty. Ze zijn dus koninklijk. Priests. En priesters. When we look biblically at royalty. Als we vanuit de Bijbel kijken naar wat koninklijk betekent. It was to administer justice. Dat was om gerechtigheid, om recht te spreken. And also to reconcile. Maar ook om te verzoenen. Reconcile people to one another. Om verzoening te brengen, mensen met elkaar. And then ultimately reconcile people to God. En uiteindelijk ook om mensen weer in verzoening te brengen met God. And when we look at the priesthood, en als we dan naar de priesters kijken, they were on the same mission. Ze hadden eigenlijk dezelfde missie. Reconcile amongst one another. Ook weer die verzoening, de mediation als het ware om bij elkaar brengen in relaties. And even more to reconcile man to God. Maar ook nog veel meer om mensen te verzoenen met God. And Paul speaks about that ministry of reconciliation in 2 Corinthians 5.
Paulus schreef over die dienst van de verzoening in 2 Korintiërs 5. Where we've been made right with God. Waar wij weer in recht mogen staan in onze relatie met God. Through Christ. Door Christus. And our sin is no longer held against us. En onze zonden worden niet meer tegen ons als een aanklacht ingediend. And then Paul says that we've been now given that ministry of reconciliation. En dan zegt Paulus, wij hebben dus nu die bediening van die verzoening gekregen. Where we are to be reconciled to one another. Waarbij wij dus verzoend raken met elkaar. And reconciled to God. En ook verzoend met God. Reconciled to one another. Verzoend met elkaar. No longer holding things against one another. Niet meer om dingen tegen elkaar als aanklacht aan te houden. It's challenging, isn't it? Dat is nogal een uitdaging, hè? We're very good at remembering the past. We zijn ongelooflijk goed in het onthouden van wat er gebeurd is. Yet God says, I'm doing a new thing. Maar God zegt, ik doe iets nieuws. In Jewish traditions, in de Joodse traditie, the number 30 was er het getal 30. Is a very significant number. En het getal 30, dat was een hele bijzondere betekenis. It's significant of strength. Het was had de betekenis van kracht. With the understanding that up until the age of 30, met het idee dat tot aan je 30ste levensjaar, you're in training mode. Dan zit je als het ware, ben je nog in opleiding. Being prepared. Je wordt voorbereid. Being strengthened. Je wordt, je ontvangt en je leert krachtiger te worden. Being made ready. Je wordt voorbereid op wat er komt. And when you hit the age of 30, en als je dan één keer in je 30ste levensjaar komt, you're then ready to be released. Dan ben je dus klaar om vrijgelaten te worden. To impact and influence the world around you. Om een impact en een invloed te hebben op de wereld om je heen. And when we look again at the Bible, en als we dan weer naar de Bijbel kijken, it's very interesting. En heel interessant. Kingship, ook royalty, het koning worden. And priesthood, en het priest zijn. 30, was 30. It was around the age of 30. Het was gewoon rond je 30ste levensjaar. That many kings were being made ready. Dat heel veel dingen in voorbereiding werden gemaakt. And at that age they would be released into ministry. En op rond de 30ste levensjaar dan werden mensen dus als het ware vrijgezet in hun bediening. Into kingship. Of als koning. Joseph. Zoals Joseph. King David. David. Jezus. Jezus. And if you look at the priesthood, en als je naar de priesters kijkt, it's the same thing. Dan zie je precies hetzelfde. The sons of Levi, de zonen van Levi, Kohath, Gershon, Merari. Kohath en Gershon en Merari. They were being made ready up until the age of 30. Die werden dus gewoon voorbereid tot aan hun 30ste. And at 30 they were released to start to minister. En op hun 30ste werden ze dus vrijgelaten om te gaan bedienen. In Loppersum. In Loppersum. Een waardevol leven gemeente. Een waardevol leven gemeente. Jullie zijn in je 30ste jaar zoiets. Ja, zitten nu in je 30ste levensjaar. In and around that time. Rondom die tijd. And I believe that the Lord is wanting to encourage you. En ik geloof dat de Heer je wil bemoedigen. That he has been preparing you. Dat hij jullie aan het voorbereiden is geweest. He's been strengthening you. Dat hij jullie heeft bekrachtigd. He's been training you. Dat hij jullie aan het trainen is geweest. He loves brokenness. God heeft wel wat met gebrokenheid. And in brokenness. What's more? In brokenness. En in die gebrokenheid. He can heal. Kan hij genezing brengen. And then he can show his healing through you. En dan kan hij zijn genezing door jou heen laten zien. There's no testimony. Er is geen getuigenis. Without the tests. Zonder dat er een testen is. But he's been strengthening you and preparing you. Maar hij heeft jullie bekrachtigd. Hij was je aan het voorbereiden. And he's chosen you. En hij heeft je uitgekozen. To go and bear fruit. Om vrucht te dragen. Fruit that's gonna last. Een vrucht dat zal duren. You are a fruitful people. Jullie zijn een vruchtbaar volk.
You are such a fruitful people. Jullie zijn zulke vruchtbare mensen. And you don't know it. En dat weet je nog niet. But he does. Maar hij wel. That I stand in you. What's more? He's in him. What's more? He is in them. Oh. And he is very fruitful. En hij is in die ook. Ja, ja. Yeah. En hij is in jullie. En hij draagt vrucht. Yeah. When I was preparing to come here. Toen ik me aan het voorbereiden was om hier naartoe te komen. There was one day. Er was op een dag. And there were three things that happened kind of all at the same time. Er waren drie dingen die gebeurden zo'n beetje tegelijkertijd. I was in the scripture Psalm 118 verse 8. Ik was aan het mediteren over Psalm 118 vers 8. And it's the verse says. En daar staat. It is better to take refuge in the Lord. Het is beter te schuilen bij de Heer. Than to trust in man. Dan op mensen te vertrouwen. And there's some controversy over that scripture. En er is een beetje oneenigheid over die tekst. Some people say it's the center verse in the Bible. Sommigen zeggen het is het middelste vers, echt in het hart van de Bijbel. Others say no. Anders zeggen we even niet. But I'm just going to hold to the center theme here. Dus ik hou gewoon eventjes vast aan het centrale thema hier. And I was thinking in that verse. En ik zat in de tekst, dacht ik. And at the same time I heard the word hub. En op hetzelfde moment hoorde ik het naaf. And a hub is an effective center of an activity. En een naaf, of dat is een hub, dat is een effectief middelpunt van een bepaalde activiteit. Or a region. Of een regio. Or a network. Of een netwerk. And at the same time I saw a picture. En op dezelfde tijd zag ik dus een beeld. Of the outside doors of Loppersum here. En ik zag van die buitendeuren van Loppersum hier. But I didn't see the doors as they are. Ik zag de deuren niet zoals ze nu zijn. But I saw many doors. Ik zag een heleboel deuren. And there were people running in and out of them. En de mensen liepen daar in en uit. And it was like Centraal Station. Het was net zoals een Centraal Station. A center point. Een middelpunt. A transitioning place. Een plek van overgang, van transitie. A place of transfer. Een plek van overstappen. From one place to another. Vaak van ene plek naar een ander. It's not that everybody stays at Centraal Station. En niemand blijft echt op Centraal Station. Some, wel. Sommigen. But a lot of people are going from one place to another. Maar een heleboel mensen die zijn gewoon onderweg van de ene plek naar de ander. And I just. You look at all the different people that come and go and come and go. En je kijkt gewoon naar alle mensen die komen en die gaan. There is a very special. Er is iets heel bijzonders, heel kostbaars. I don't know how to totally describe it, but a very special gifting, if you will. Ik weet niet precies hoe ik het moet omschrijven, maar een hele bijzondere gave. Ability. Vermogen. To be able to help people transition from one place to another. Om mensen als het ware te helpen met het overstappen van de doorgang van de ene plek naar de ander. And sometimes we want people to come here. En soms willen we dat we mensen gewoon hier komen. And stay here. En hier blijven. And then people come and then people go. En dan komen mensen en dan gaan ze ook weer. Loppersum in on the map. Loppersum, als je dan kijkt naar de kaart. Is also a place people come from different areas. Waar dat mensen naartoe komen als het ware van verschillende windrichtingen. Come from different situations in their lives. Kom ook vanuit verschillende situaties in hun leven. And I just felt like God was saying the central theme. En het is net alsof ik God hoorde zeggen het centrale thema hier. That we need to receive here. Is dat we hier moeten ontvangen. Is that theme of it is better to take refuge in the Lord. Is dat het beter is om te schuilen bij de Heer. Than to trust in man. Dan op mensen te vertrouwen. Many of our issues. Veel van de dingen waar we mee rondlopen, waar we mee worstelen. Our troubles. Zijn moeilijkheden. Come because we've been putting trust in ourselves. Komen omdat we gewoon vertrouwen in onszelf hebben gesteld. Or somebody else. Of in iemand anders.
Pain comes in relationship. Pijn die komt door relaties in ons leven. But God also uses relationship to heal. En tegelijk gebruikt God juist weer relaties om heling te brengen. It's better to take refuge in the Lord. Het is beter om te schuilen bij de Heer. Than to trust in man. Dan om te vertrouwen op mensen. And I believe that is a central message, one of the central messages. En ik geloof dat dat een van de kernwoorden. That being a part of Waardevol Leven Gemeente. Dat als het ware hoort bij wat Waardevol Leven Gemeente is. You can give. Dat je kunt geven. You can give away. Je kunt weggeven. In this house. In dit huis. In your communities. In de gemeenschap. People will come. Mensen zullen komen. And people will go. En mensen zullen gaan. But they can go with that message. Maar zij kunnen weer met die boodschap verder. You are a chosen people. Jullie zijn een gekozen volk. You're already chosen. Je bent al uitgekozen. You are a holy nation. Je bent al een heilige natie. You are a people belonging to God. Je bent een volk, een gemeente die God toebehoort. You're a royal priesthood. Je bent een koninklijk priesterschap. Reconciling one to another. En je brengt verzoening onderling met elkaar. The lost to God. En de verlorenen kunnen bij God komen. Why? En waarom? That you might declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Gewoon om de grote daden te verkondigen van hem die je geroepen heeft uit de duisternis naar zijn wonderbaar licht. Isaiah 43:18. In Jesaja 43 vers 18. Forget the former things. Vergeet de dingen van het verleden. Don't dwell on the past. En ga niet zitten mijmeren over het verleden. I'm doing a new thing, God says. Ik ga iets nieuws doen, zegt God. It springs up. En het springt voort. Do you not perceive it? Zie het nog niet? I'm making a way in the desert. Ik maak een weg in de woestijn. Streams in the wasteland. Stromen in de woestenij. The verse continues. En dan gaat het vers verder. And he finishes. Dan, that the people I form for myself, dat de mensen die ik voor mezelf heb geformeerd, that they may proclaim my praise. Dat zij mijn lof mogen bekendmaken. He's chosen you. Hij heeft jou uitgekozen. He's raised you. Hij heeft je opgewekt. To praise. Om te prijzen. He's the great shepherd. Hij is de grote herder. He's our life. Hij is ons leven. He is all we need. Hij is alles wat we nodig hebben. He's the way. Hij is de weg. He's the chainbreaker. Hij is degene die kettingen verbreekt. He's the reconciler. Hij is degene die verzoening brengt. He's the comforter. Hij is de trooster. And he makes himself known to us in these ways. En hij maakt zich zo op deze manier aan ons bekend. And he raises us up out of broken places. En hij wekt ons op. Hij brengt ons tot leven vanuit die gebroken plaatsen. Why? En waarom? So he can back up his claims. That he is who he says he is. Zodat hij echt kan boekstaven wat hij gedaan heeft. Kijk, dit is wat ik doe. Through us. Door ons heen. He's raised you. Hij heeft je opgewekt. To praise him. Om hem te prijzen. New things. Nieuwe dingen. A new dependence. Een nieuwe afhankelijkheid. Remember craving. Weet je nog dat snakken? Realizing how much we need this. Gewoon beseffen hoe hard we dit nodig hebben. New conversations. Nieuwe gespreksonderwerpen. New stepping out. Op een nieuwe manier weer gaan stappen zetten. Maybe you know we're used to just running away after the service. En weet je wel, soms dan rennen we weg naar de dienst. And I said, wait. En dan zegt hij, wacht. Don't run. Ren nou niet. Blijf in hier. Blijf nog even. Beetje langer. Ja, een beetje gezellig. En lekker koffie drinken. Lekker koffie drinken. Met somebody new. Met iemand die je misschien nog niet kent. En begin om te praten. En dan begin je gewoon te praten. Over hoe hij is in je eigen leven. Share him with one another. Deel hem met elkaar. Reconcile one another. Verzoen je met elkaar. It's 30 years. Het is 30 jaar. He's been training you and raising you. Hij is jullie aan het trainen geweest en hij heeft je zover gebracht. To make himself known through you. Om zichzelf bekend te maken door jou heen. You're already chosen. Je bent al gekozen. You already belong. Je behoort hem al toe.
And I just believe he's wanting that truth of his great love for us. Ik geloof gewoon dat hij zo'n verlangen heeft om die grote waarheid van zijn liefde voor ons. To go deeper. Omdat het nog dieper gaat. He loves you. Hij houdt ongelooflijk veel van je. Waardevol Leven Gemeente brengt mensen voort die zijn gefundeerd in genade, gedreven door liefde, geleid door de geest en gericht op de grote opdracht.